Interventie Sprekende Handen zijn ontmoetingsgroepen voor mensen met een vorm van dementie in het verpleeghuis. En is bedoeld om sociaal isolement te verminderen. Het is een samenwerking tussen de muziektherapeut en geestelijke verzorger. Voedselsjebab verzorgt zaalvoetbalactiviteiten in combinatie met huiselijk begeleiding en workshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. Onze pedagogische aanpak helpt de jongeren discipline en weerbaarheid te ontwikkelen om hun schooldiploma en startkwalificatie te behalen en te leren voor het leven. Wij maken gebruik van de interventie Golden Sports, waarbij bewegen in de buitenlucht samen met buurtgenoten de belangrijkste pijlers zijn. In Rotterdam gebruiken we onder meer taakspel, kanjer, vrienden, zippies, alle skits. En de interventies die we mede zelf hebben ontwikkeld, zoals het aanvalsplan drugs en alcohol op ROC's en samenslagen. We hebben gemerkt dat we door onze erkenning als kleine sociale onderneming serieus werden en worden genomen bij onze ketenpartners, gemeentes en provincies. Omdat het gaat om het optimaal opgroeien van kinderen en jongeren. En dan is het belangrijk dat je niet zomaar iets doet, maar dat je doet wat werkt. Of op zijn minst wat onderbouwd is. We hebben voor de interventie Golden Sports gekozen, omdat die feilloos aansluit bij onze visie en de andere beweegactiviteiten die we hebben. En omdat Golden Sports een erkende interventie is, heeft dat ons extra gestimuleerd om voor deze te kiezen. Preventie is van belang voor een betere volksgezondheid en dus het terugdringen van zorgkosten. En voor de verbetering van de kwaliteit van leven van ons allemaal. Maar dan moet de preventie wel aan minimale kwaliteitseisen voldoen. En daar kan het erkenningssysteem een belangrijke rol spelen. Ikzelf vind het heel fijn om duidelijke handvatten te hebben om met de aanpak aan de slag te gaan. En doordat dat aanpak nu ook erkend is, merk ik dat het makkelijker is om draagvlak binnen de organisatie te creëren om ook hier echt tijd aan te besteden. Toch wel letterlijke erkenning dat wat we hier als burgerinitiatief al werkende wijze hebben opgebouwd van maatschappelijke waarde is voor de wijken waarin we werken. En dat biedt een startpunt om te meten, leren en verbeteren. Zodat we daarmee optimaal bijdragen aan het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Het is nog wel een uitdaging om het in het zorgplan geborgd te krijgen. Je merkt toch dat de praktijk altijd iets weerbarstiger is. De trajecten naar erkenning zijn wat klassiek, niet al te transparant, niet al te interactief. En met, laten we zeggen, wat minder goed gevoel voor beleid. Dat kan beter. Onze grootste uitdaging als we gebruik maken van erkende interventies is om een mooie balans te vinden tussen de methodiek van de interventie en de eigen ervaring die we hebben met de beweegactiviteiten in de stad, om daar een mooie samenhang in te krijgen. Een grote uitdaging vind ik hoe je erkende interventies kunt toepassen in de praktijk. Want je wil een interventie bijvoorbeeld op lokaal niveau gebruiken en dus ook aanpassen aan jouw couleur lokaal. Maar je kan ook weer niet te veel veranderen, want dan werkt een interventie niet meer. En dat is een spanningsveld. Dan gebruiken we nog meer erkende interventies. Ingebouwd in een structureel proces van meten, leren en verbeteren. En dan is de weg naar erkenning ook beter en doet meer recht aan de complexiteit van beleid en uitvoering. Ik hoop dat de aanpak over 5 jaar vast onderdeel is op alle woonkamers. En dat zorgmedewerkers zich ook vrij voelen om hier tijd aan te besteden en hier ook de tijd voor krijgen. Als ik kijk waar onze organisatie over 5 jaar staat, verwacht ik dat we nog meer gebruik maken van erkende interventies. Omdat we hebben gezien dat deze interventies heel erg goed aanslaan bij onze deelnemers. En we ook de andere wijken in de stad deze mooie beweegactiviteiten kunnen. Wel denk ik dat we meer effectonderzoek moeten gaan doen. En dat er ook veel meer aandacht zal zijn voor kostenbatenanalyses. En als we dat type gegevens hebben, dan wordt het ook veel interessanter voor zorgverzekeraars. En die kunnen dan hun rol oppakken om interventies al of niet te vergoeden. Dus ik zou zeggen, kies erkend. Krijg erkenning. Krijg erkenning. Krijg erkenning. Krijg erkenning.